kringspiertinteling. Kijk, zo doen we dat op rudimentair. Boom! Welkom terug in een nieuwe aflevering van No Man's Sky. Ik weet het is al even geleden, maar dat maakt niet uit, want hij heeft trek in de koekje. Dat kun je zien in zijn dikke blikhoofd. Oh, dus een priester. Entity Ozdoki. Anyway, jullie vinden dit nog steeds leuk. En ik vind het nog steeds leuk. En samen hebben we al heel wat namen ingevuld. En dat gaan we in deze aflevering natuurlijk gewoon weer doen. Ik wil eigenlijk... Oh, waar ben ik? Is dit Narnia? Nee, dit is geen Narnia. What the fuck? Maar in ieder geval bedankt voor alle likes en zo op deze serie. Ik denk dat ik er nog even mee doorga. Ik weet nog niet hoe lang, eerlijk gezegd. Want het is niet mijn best ontvangen serie. Het wordt wel bekeken, maar ja, je snapt het wel. Maar oké, van nu gaan we in ieder geval lekker ontdekken. Ik ben mijn boot kwijt. Waar is mijn boot? Mijn ruimteboot. Oh ja, we moeten de hyperdrive bijvullen, want we moesten naar een bepaalde locatie. Dat gaan we nou dus doen. Misschien kunnen we tussendoor wat farmen voor een dikker schip. Wat hoor ik? Oh, oké. Het zijn mijn bootjes. Alles is oké. Ik moest antimaterie hebben. Heb ik iridium nodig? En zo'n vapor. Volgens mij moet ik er twee hebben. Iridium en zink. Ja, wil ik er naartoe lopen? Is die gast al weg? Wat is dit voor onzin? Hey, is dit een ander kamp? Hoezo is dit een ander kamp? Hoort er niet gewoon hierbij? Maar dit is een kamp met heel veel straling. Oh, daar heb je doorheen. Hé, hey, het lijkt half op een Star Wars ship. Auw. Fuck. Hey, maak eens open. Oh, hier. Wat heb je voor een laserbal op je vliegtuig? Wat is dit? Le Daivlaio Suma Vigradus Osnos Roesakkerbeduk Binnenmag MVAP. Wingardium Leviosa. Nee, ik wil je boot niet. Ik wil je ruimteboot niet, man. Dank u wel. Oké, juist ja. Ik heb zojuist iets ontdekt. Per ongeluk. Geen idee wat. Het is dat ding daarachter. Ik weet niet of het een planeet is of wat dan ook. Een distress signal, zei hij. Signal. Wat? Sick. Ja, sick. Yo, hey, ik denk dat we maar beter even langzaam daar is al, Iridium, laat maar. Ja. Yep. Hey, bedankt, hey, jongens. Hey, wat is dit? Yo, stijg maar op. Kom op. Dankjewel. Veel te snel, what the fuck? Hey, ik wilde eigenlijk nog even kijken wat daaronder was, maar... Sure, doen we een andere keer. Oké, laten we maar even dit... Nee. We gaan even kijken of we kunnen craften nou. Ik wil kijken of ik alvast... Hoe doe ik dat? Antimaterie. Ja, craft product... Warp cell? Jawel. Craft product? Oh. Oké, jongens, we moeten suspension fluid maken dadelijk. Dus of kopen. Dus we gaan dadelijk even naar de trading post. Maar eerst moet ik even dit checken hoor. Daar is een ship gecrashed. Oh. Hé, hey, maar als dit schip veel mooier is, dan pak ik deze sowieso. Het is wel een mooi schip. Hij is mooier dan die ik nu heb. Hij ziet er veel meer legit uit. Ik ga eerst praten met dit bal ding. Hey, hij heeft een hyperdrive, pulse engine. Het is allemaal kapot weer. Daar heb ik echt geen zin in. Maar deze heeft wel echt veel betere guns. Dan moet ik al die carrot sheets om maken. Daar heb ik echt geen zin in. Ik denk dat ik hem hier laat liggen. En dat ik gewoon meteen ga voor een groot schip. Wat is die bitje dat doet, jongen? Hey, fuck jou. Oh, oké, sorry. Nee, het was mijn opzet. Prop, in het schip. Later, bitches. En zo maak je vrienden op allerlei planeten. Volg mijn tips en je wordt geliefd door het hele universum. Oh nee, oké. Remmen, draaien, keren, achteruit, impo, draaien, zo, ja. Oh nee, oké, ga. Oeh, hier zijn pirates, man. Zijn de pirates of the space kibian. Craft die. En dan craft meteen die. En dan craft meteen... Oh nee, wacht. Die. En dan doen we meteen... Ah, platinum, for real. Oh shit, de hyperdrive is kapot. Ah, dat nu niet meer. Oké, wij kunnen nu dus eindelijk hyperdriven met dit ding. We gaan kijken wat Atlas Point is. Free path towards galactic core. Die moet ik hebben. Dat is echt een teringlang pad, weet je. Dus fuck it. We gaan gewoon door de ruimte. Barrière, wormgaten, Morgan Freeman en zo. Gaan we gewoon allemaal doen. Oh shit. Hier staat het al. Zo'n Atlas interface. Oké, dit ziet er best wel creepy uit eerlijk gezegd. Wat is dit? Het is helemaal zwart met rood. Oké. Oh, dit lijkt op dat ding. Van het logo, dat dingetje. Dat. Hello, Atlas. Oh, lompe shit. Muziek wordt ook weer meteen helemaal lijp. Oh, wat? The fuck is dit? Oké. Ik bedoel, heilige poep. Maar moet ik hem kapot maken? Moet ik een raket opschieten? Wat is dit? Dit is echt super vet. Yo, dit vind ik echt awesome, Roots. Dit vind ik echt heel cool. What? You have learned the word gag for high. What? Oké, ik ga even al die vloertegels verzamelen. Dit is echt een soort van fucking encyclopedie. Een ruimte-encyclopedie. What's the meaning of life? Wat is de betekenis van dit allemaal? Ik kan deze dingetjes pakken, maar wat doet het? Oh, what the fuck? Hello? Artifact? Artifact? Wow, ik pak ze gewoon allebei. Warp cell!
En een nieuwe warp cell, nice. Oké, hey, dit is een hele mooie lamp, hey. Oké, we hebben hem gebruikt. Dit zijn overblijfselen van de atlas. Geen idee wat de atlas dan is en het wel komt van mij. En ik zou bang moeten zijn en zo. Maar blijkbaar krijg ik kennis van het ding en... Accepteer hem. The sky is deep, full of wonders and the path to enlightenment opens to me. Ik heb een Atlas Stone. Die dingen zijn super duur volgens mij. Yo, hey, kom terug. Ik wil eentje zitten. Jongens. Nou, hey, was gezellig hier in de Atlas. We gaan meteen weer verder naar een ander werkboek. Dit leren jullie zeker niet met aardrijkskunde, hè? Nee. Rudy heeft een veel leukere Atlas. Oké, die wil ik dus absoluut niet kwijtraken. Hey, doe jij Atlas? Tot kijk. Yo, are you fucking kidding me? Dat is super ver weg. Ik moet dan maar liefst 6 keer gaan warpen. En dat is echt belachelijk veel. En de Galactic Core, maar die is nog langer. Maar ik denk dat we daar vanzelf komen als we ook de alles volgen. Ik moet trouwens zeggen, dit is een heel vreemd stelsel waar ik nu in zit. Het is echt zo donker en gloomy. Zijn we dan, nieuw planeetje. Het ziet er niet echt... Ik heb eigenlijk sowieso niet echt een heel vredig planeetje gevonden. Die moet ik nog steeds een keer ontdekken. Oh, weer die vreemde tentacle shit. Waarom? Health module. Yay. Oh, die is best cheap. Die is best wel cheap. Alleen, het nadeel van die dingen is dat het zeg maar inventory slots inneemt. En dat vind ik best wel jammer. Dus ik heb nou al die dingen, maar ik kan er nog niet echt iets mee. Ik kan mezelf dus veel sterker maken, maar ook wel niet. Is dat ding nou het scannen wat ik kapot heb gemaakt? Misschien gaat hij dat vandalisme wel associëren met mij. Hij is het aan het associëren met mij. Ja. Wat ga je nou doen, hè, pussy? Hè, huh? Chicken? Ja, yeah, dat dacht ik dus ook, hè. Loop maar lekker weg. Loop maar lekker. Pah! Ik heb geen grenades. Pah! Heb ik wel. Pah! Oh, ik heb hem kapot gemaakt. Dat is wel leuk. Wat krijg je van zo'n dingetje? Neutrino module. Wat is dat? Hey jongens, ik ga er maar even door. Hey, doe je. Lekker redden. Woe. Stap in. Go. Hij start niet. Waarom start hij niet? Oh nee, dat meen je niet. Oké, daar gaan we. Launch thrusters zijn nu wel op. Hey, later. Yes. Ik heb weer een achievement. Ik word een echte ruimtepiraat. Nou, eens even kijken. Ik wil eigenlijk gewoon veel meer inventory slots krijgen. Maar hoe dan? Kan ik een dubbele warp doen? Ja, hey, het kan. Oké. Kan ik een triple warp doen? No. Nee, oké, dan moet ik mijn drive upgraden. Oké, let's go. Volgende stelsel. Kom erop. Yo, hier is... Oké, dit is nieuw. Alles is hier ook blauw. Het is water of ijs. Alleen daarachter is een space anomaly. What the fuck is dat dan? Oké, zullen we gewoon naartoe gaan? I don't know, to be honest. Should we stay or should we go now? Ik heb de goede keuze gemaakt. Nu heb ik blijkbaar een betere multitool. Hey, bedankt. Dankjewel. Hier, krijg je die ook nog. Ik ben nu wel heel erg benieuwd wat er in die anomaly zit. Of wat het is. Het leek eigenlijk op een... Space Station. Alleen dan iets meer duisterder. Yo, ook... Oh, wat? Dit is een soort van base of iets. Space Station Proximity. Oké, dit is een oude Space Station? Ik heb echt geen idee, jongens. Ik heb echt geen idee. Oh, what the fuck? Oh, man, ik schrok me kapot. Kut. Opeens komt er zo'n fucking dildo de ruimte in schieten. Jezus. Yo, dit is echt vreemd. Trouwens, als jullie dit leuk vinden, doe dan sowieso dat pluimpje omhoog. En abonneer als je meer No Man's Sky wil. Ik baseer zeg maar de meeste vervolgseries op hoeveel duimpjes of pluimpjes het heeft gehad. Dus als je meer wil zien, doe dat sowieso. Gewoon abonneren en even liken. En ik denk dat het allemaal goed... Waar ben ik? Holy shit. Is dit ding de Space Anomaly? Serieus, waar ben je? Iron Man of zo? Afkorting naar de center. Resume the path of the Atlas. All resources to aid exploration. Ik denk... Ah. Ik zou het allemaal willen. It can show me how to harness black holes in order to embark upon a journey to the center of the galaxy. Ik zou op zich echt wel naar de center willen, maar... Ik ben wel echt benieuwd hoe black holes werken. Ik doe shortcut naar de center. Ik wil echt een zwart gat zien in dit spel. En ik denk dat het me ook kan helpen om sneller bij de Atlas te komen. What the fuck is dat voor een ding? Atlas Pass, version 1. Lekker. We hebben er eindelijk eentje. Oké, kan ik die meteen craften? Craft? Boom. Nailed it. We hebben er één. Daar kunnen we bepaalde deuren mee openen. We hebben eindelijk een blueprint ervoor. Ik ben zo trots. Oh. We hebben net een nieuwe, maar hey, even comparen. Even kijken, is die groter dan die van mij? Ik koop hem. Oké, bye. Have a great time. I'm gone. Tjus. Auf Wiedersehen. Local distress signal. Dat betekent dat iemand wordt aangevallen, toch? Laten we die bitch gaan helpen. Nee. We hebben veel te veel waardevolle shit bij. Oh, nee. Niet een schip. Oké, dit wordt shit. Ik hoop dat die groenen mij komen helpen. Oh, die zijn aan het schieten. Space battle, bitches. It's on. It is aan. Oké. Wie zijn mijn vijanden? Ik denk dat iedereen zijn onderhand wel weet dat ze er niet moeten fucken. Met de Rudy. Menter. Pakken. Bam. Oh, hij heeft zieke lasers. Je bent echt totaal niet beweegzaam. I don't fucking know.
Ik ben per ongeluk dat vrachtschip aan het vallen. Misschien moet ik dat niet doen, bedenk ik me nu net. Oké, mijn shield gaat down, mijn shield gaat down. Dit is niet slim. Mijn shield is down. Eén schip van hun is down. Shield, shield, shield. Charge. Ja, oké, ik kan weer, ik kan weer. Oh, maar niet lang, niet lang. Er zijn nog 3 enemy ships. Ik heb Lamium gekregen, wat de fuck het ook is. Yo, iemand zit me echt flink te chasen. Nee, 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 fuck, stop het schieten. Oh nee, niet weer mijn shield, kom op. Nee, nee, fuck. Oh, Death by Combat Ship. Ja, man. Ah, dat is zo vies. Fuck. Oké, ik heb dus nog geen black hole gevonden hier in dit sterrenstelsel. Ik ben eigenlijk mijn inventory kwijt, maar ik ga het niet terughalen. Die dingen waren gewoon echt gewoon te sterk. Ja. Dus ik dacht, hey, laten we even één warpsite gebruiken. Misschien kom je black holes hier wel tegen. Oh. Oké, anomaly detected. Maar waar? Black hole. Helemaal... Dude, dat is super ver weg. Black hole is helemaal hier. 1, 2... Moet ik super... Nope. Oh man, are you kidding me? Die is tenminste nog bereikbaar. We kijken dan nou wel of we naar het zwarte gat kunnen, oké? Okay? Ik doe nog even 1... Wacht, kan ik 2 jumps maken met dit? Oh nee. We warpen even lekker hier naartoe. Let's go. Oh, are you kidding me? Nee. Ik kom net in dit stelsel en iedereen is hier aan het vechten. What the fuck is dit? Ja, boeit me die... Oh mijn god. Wie zijn de enemies? Die groene? Ik wil hier weg, ik wil hier weg. Kan niet. Oh, ik kan hier niet weg. Oké, nou moet ze mij denk ik ook hebben. Kijk die radar van mijn schip. Helemaal vol. Echt helemaal vol met enemies. Oh nee, 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 nee. Mijn shield. Mijn shield. Volgens mij schieten die vrachtschepen nu ook gewoon op mij, omdat ik per ongeluk hun raakte. Yo, daaronder is wel zo'n knowledge, zo'n grave, zo'n ding. Oh, is dat mijn grave? Ik ben down. Ik ben dood. Oh, man. Oké, shit is te intens geworden. Ik denk dat ik even in mijn vrije tijd veel moet gaan farmen. En dan echt gewoon een dik schip kan kopen wat goed is in battles, weet je wel. Voor nu ga ik nog even één dingetje doen. En jullie weten wat. Nou, ik ga voortaan gewoon 5 dingen uitkiezen. Dat is een stuk makkelijker, want anders ben ik echt gewoon een half uur bezig met al die namen. Dus ik kies 5 comments uit per aflevering. En die comments die komen dan van de vorige video's. Dus niet de oudere video's. Dus echt gewoon de video voor deze. Iemand zegt, noem een gevaarlijke planeet. Kom hierheen. Ja, deze was helemaal dood. Of was dat deze? Dus we hebben al een planeet die niet komen. En dan gaan we deze noemen naar... Kom hierheen. Boom. Bluimpje stersel. Boom. Oké, we hebben nog 1, 2, 3, 4 systemen. En nog 1 planeet. Boom, Henk. De steenplaneet. Pop. Er zijn best weinig sterrenstelsel suggesties. Maar dat is het enige wat ik nu heb. Dus ik ga gewoon even namen nemen van beestjes. En ik gooi ze op sterrenstelsel. Anusprikkerstelsel. Mooi. Rejected. Oh ja, Anus is ook Engels natuurlijk. Anusprikker. They don't know between... What? Are you kidding me? Nee, 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 nee. Anusprikker. Ja, ja, ja. Oh, what the fuck? Welke dan? God. Prikkel. Ah, serieus? Dat ding bij... Dat ding tussen... Je billenprikkel. Wat? Kringspierprikkel. What the fuck? Is prikkel het woord dat niet mag of zo? Prikkel. Prikkel mag niet. Prikkel is het woord. Kringspiertinteling. Kijk! Zo doen we dat, de broedimentair. Boom! Oké, en eentje doe ik gewoon even van mezelf. Een systeem, oké? Het moet gewoon gebeuren. Sub op rudimentair. Zie, als iemand daar is, moet je wel subben, oké? Okay? Maar oké, Roos, dat was hij dan weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie deze episode leuk vonden. Als je hem leuk vond, doe dan sowieso dat pluimpje omhoog. En abonneer als je meer No Man's Sky wil. Maar als je meer wil, moet je ook heel het pluimpje doen, weet je wel. Ja, right. Ik zie jullie weer in de comments en in de volgende aflevering waarschijnlijk. Laten we gaan voor minimaal 300 tot 400 likes. Dat is toch onderhand wel haalbaar. En ja, dat laat dan ook zien of ik door moet gaan met No Man's Sky. Dus het is weinig moeite. Klik op dat pluimpje als je meer van dit wilt zien. En anders laat je iedereen in de steek. Zo werkt het in het algemeen wel ook bij andere kanalen. Maar oké. Spitta!